De 50ste omloop der Peel in Zomeren werd in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 april verreden. De eerste etappe werd gewonnen door Erik Meerkerk uit Zuidland. De tweede en laatste etappe won Jacques Schuit uit Oost-Soeburg. Eindwinnaar werd Marcel Wouters uit de Molenhoek. Los daarvan, op een gegeven moment was het 30 seconden. Ik denk, nou, dat is een grote koers. En inderdaad, en je hebt een prachtige overwinning. Nou, graag even een podium voor de huldiging. Super. Ja, goed. 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 Ja, goed.